Welkom in Oud-Turnhout in de provincie Antwerpen. Een groene gemeente in de Kempen waar je nooit veraf bent van sprookjesachtig natuurgebied zoals de Lierman. Kempenaars zijn gastvrije mensen en harde werkers. Zoals de innovatieve telers van de door de Leize begeerde Den Berk Dillies tomaten. We nemen een kijkje in Benteltom. Dit is de naam van de serre waar ze nieuwe tomatenrassen uitproberen. Hans en Karin delen er al meer dan 30 jaar lang hun passie voor tomaten. De beste reclame die wij kunnen geven is mensen laten proeven van tomaten recht van de struik in onze serre. Sinds 2014 zijn we met een groep van 4 ondernemers Berk Dillies begonnen. Ons bedrijf Benteltom wordt geleid door mijn vrouw en ikzelf. Het leukste aan mijn beroep is alle dagen met de natuur bezig zijn. En wij staan alle dagen met plezier op om naar onze tomaten te kunnen gaan. Als ik rondloop in mijn serre is mijn droom aan het lopen. In de serre Benteltom zitten ze met een vergrootglas op elke groeifase van de tomaat. De ideale omstandigheden worden gecreëerd om ze te laten uitgroeien tot gezonde vruchten vol smaak. Voor de Leize telen ze exclusief een breed assortiment. Van kleurrijke snoeptomaatjes tot authentieke tomatensoorten waarvan de opvallende zwarte joem en de tomaat van vroeger de pronkstukken zijn. Een goede tomaat moet een tomaat zijn als je die begint te eten, dat het sap eigenlijk naast je kaken loopt. Er zijn 6 dingen heel belangrijk. Dat is ten eerste smaak, ten tweede smaak, ten derde smaak, ten vierde de uitstraling, ten vijfde de teelbaarheid en ten zesde de productie. Sinds de samenwerking met De Leize is mijn visie op de tomatenteelt verscherpt. Dat wil zeggen dat we bevestigd zijn in de keuzes die wij gemaakt hadden om voor smaak te gaan, dat geapprecieerd wordt. Het moeilijke aan het telen van tomaten is dat elke tomatenplant anders in elkaar zit. Eigenlijk elk ras heeft een beetje zijn handleiding. Hans en Karin blijven ook constant investeren in duurzame ecologische oplossingen. Wij recupereren ook het regenwater van de daken. Heel het watergeefsysteem is een volledig gesloten systeem waar eigenlijk geen liter weggegooid wordt. Wij zijn op ons bedrijf ook heel veel bezig met het integreren van biologische bestrijding. Alle schadelijke insecten proberen wij zoveel mogelijk te bestrijden met nuttige insecten. Ook de hommels is een heel mooi verhaal. Toen wij in 87 gestart zijn, moesten wij om 10 uur al ons werk stilleggen en moesten wij onze tomaatjes gaan trillen. Tomaat is geen zelfbestuiver. Nu moet ik zeggen, sinds dat we die hommels hebben, gebeurt de bestuiving veel beter. Tomaten mogen absoluut niet gekoeld worden. Leg ze in de keuken of leg ze in een berging, maar nooit in de frigo, nooit. Als wij op restaurant gaan en er staat tomaatgarnaal op het menu, dan is de verleiding altijd heel groot om tomaatgarnaal te nemen. Deze kleurrijke knapperts kan je gewoon zo eten. Zo is er de joem, die je smaakpapillen genadeloos in vervoering brengt, of de tomaat van vroeger, die ideaal is om je salades zowel qua smaak als kleur mee op te vrolijken. Lees er meer over op deleize.be.